Ik hoorde gekraai en ik denk, ja, wat is dat? Hè? In een woonwijk en een gekraai. En ik kijk in het parkje, de Leerpromenade, en ik zie een witte haan lopen. Normaal is er geen kip op het Leerpark te bekennen, maar een haan hield donderdag de buurt in de ban. Gewoonlijk kraait daar geen haan naar, maar Haantje de Voorste maakte iedereen 's morgens vroeg wakker. Waar het beestje normaal op stok gaat, weet niemand. We hebben een melding gehad. Er zijn al 3 mensen geweest die gebeld hebben erover en dat er een kip losliep. En dan gaan we hem vangen, omdat de derde melding was of zo, dat ze de jeugd hem aan het treiteren was. Ja, en dat kan niet. De dierenambulance was er als de kippen bij om de haan op te halen. Het beestje kan prima in het wild overleven volgens de dierenambulance. Maar jongeren renden als een kip zonder kop achter hem aan. En dat leverde hem te veel stress op. Daarom werd hij toch gevangen en meegenomen. Een kwestie van kip, ik heb je. De haan wordt overgedragen aan vogelklas Karel Schot of ergens in het wild losgelaten. Ja, daar ben ik blij mee dat die mensen hem gevangen hebben. Want we moeten niet aan beestje komen. Ik ben blij dat goed opgelost is.